Er is maar één streek waar werkelijk alles gebeurt. Eén gebied waar je topvoetballers en ridders in achtbanen en met lieslaarzen tegenkomt. Waar wereldberoemde muzici in de oudste kerken van Europa komen concerteren. Waar hooggekwalificeerde medewerkers van de meest vooraanstaande high-tech bedrijven hun vrije tijd doorbrengen in Europa's grootste jachthaven. Waar middeleeuwse tradities samengaan met bourgondische levenslust. In Noord-Brabant. Een cirkel tussen Dordrecht, Gorinchem, Den Bosch en Breda. Het gebied van de Langstraat, de Biesbosch en het land van Heusden en Altena. Nou, u ziet het. Daar is dus niets van waar. Ik zit hier in dit prachtige stadje en ik merk helemaal niets van al die hectische toestanden. Het voelt als ware ik hier in de middeleeuwen. Al in de 10e eeuw komt in de annalen de naam Heusden voor. 100 jaar later werd in het uitstromingsgebied van de grote Nederlandse rivieren rondom het kasteel Maasemunde de fortificatie Heusden gebouwd. Dankzij zijn strategische ligging tussen drie machtige gewesten werd Heusden een belangrijk knooppunt van handelswegen. In de 16e eeuw groeide Heusden uit tot een vestingstad met wallen, bastions en grachten. Na 1970 werd het stadje geheel gerestaureerd en is als nationaal monument grotendeels in haar oorspronkelijke vorm bewaard gebleven. Nou, dat was een hele klus. Maar hier in Brabant weten ze wel van aanpakken. Vlak bij Heusden ligt een scheepswerf waar voornamelijk schepen voor de offshore-industrie gebouwd worden. Trouwens, het gebied heeft iets met scheepvaart. In Drunen, zo'n 10 kilometer ten zuiden van Heusden, staat een van de grootste scheepschroevenfabrieken ter wereld. Kenmerkend voor de mentaliteit van de mensen hier is de aanpak van technische innovatie. Men ging zich specialiseren in hoogwaardige elektronische besturingen van grote tankers en varende boereilanden. Water heeft in dit gebied altijd een belangrijke rol gespeeld. De Biesbosch is een uitgestrekt, waterrijk natuurgebied waar veel waterliefhebbers recreëren. In Drimmelen ligt de grootste jachthaven van Europa.
De Biesbos is ontstaan in 1421, toen bij een zware westerstorm een groot deel van Zuidwest-Nederland door de zee werd verzwolgen tijdens de Sint-Elisabethsvloed. Binnen 2 dagen ging 50.000 hectare land verloren. Tientallen dorpen werden overspoeld en er verdronken meer dan 10.000 mensen. Na de watersnoodramp in 1953 is de Biesbos dankzij het Deltaplan een veilig en beschermd natuurgebied geworden. In 1952 kwamen op een heideveld in Kaatsheuvel tekeningen van de bekende kunstenaar Anton Pieck tot leven. De Efteling ontving in haar eerste jaar al meer dan 50.000 bezoekers. En nu zijn er dat meer dan 2,5 miljoen per jaar. Voor die 2,5 miljoen bezoekers hebben ze hier voor elk wat wils. Nou, daar gaat hij dan. Acties proberen. Op naar het volgende. Schoen van Assepoester staat helaas niet in de collectie van het Nederlands Leder- en Schoenenmuseum te Waalwijk. Maar hier is wel een verzameling van schoenen en ledermaren te zien die uniek is in de wereld. Deze oude schoenmakershuisjes, midden in het centrum van Waalwijk, zijn overgebleven uit de tijd dat in de Langstraat bijna iedereen werk vond in de schoen- en lederindustrie. Door het gebied lopen verschillende beekjes met snelstromend water. Er groeide volop eikenhakhout en er was al sinds mensenheugenis een levendige handel in vee. De lederindustrie kon ontstaan doordat koeienhuiden werden gelooid in putten met looistoffen van boomschors. Daarna werden de huiden schoongespoeld in het water van de beekjes.
Aanvankelijk was het maken van schoenen thuiswerk. Maar met de komst van de stoommachine rond de eeuwwisseling veranderde het aanzicht van Waalwijk grondig. In steeds grotere fabrieken werden steeds grotere aantallen schoenen geproduceerd. Waalwijk en de Langstraat werden het internationale centrum van de schoen- en lederindustrie. Door import uit landen die goedkoper kunnen produceren, zijn er nog maar weinig schoenfabrieken over in deze streek. Maar gespecialiseerde bedrijven, zoals hier, die kunnen zich nog handhaven. Dankzij het samenspel tussen het traditionele vakmanschap en de modernste technieken. De Langstraat is van oudsher bekend om zijn biljartsport, die hier zelfs als wereldtopsport wordt beoefend. Natuurlijk hoeft vrije tijdsbesteding niet altijd zo inspannend te zijn. Binnen de cirkel in het land zijn ruime mogelijkheden om ook rustig fietsend over de vele speciale fietsroutes van het leven te genieten. Nee, dit is niet de scheldnaam, maar de spottende benaming van een oud spoorlijntje, het halve zolenlijntje. Dat liep hier vroeger dwars door het gebied heen, van oost naar west. Met de stoomtrein werden de huiden naar de looierijen in de Langstraat gebracht. En met de trein gingen de schoenen en het leer door heel Europa. Maar nu is het een uniek fietspad, van waaruit je de oude structuur van dit prachtige gebied kunt herkennen. Een paar honderd jaar voor Christus woonden er al mensen in dit gebied. Ze vestigden zich langs de rivieren op de hoge zandbanken die in de ijstijd waren ontstaan. Toen er meer mensen kwamen, werd de omringende grond ontgonnen, ook om veeteelt te kunnen bedrijven. Typisch voor deze streek is dat de indeling van die nieuwe stukken grond haaks op de rivieren plaatsvond. Zo ontstonden deze langgerekte, smalle percelen. Groepjes boerderijen groeiden uit tot dorpen.
En omdat de verbindingswegen tussen die dorpen lukraak door het landschap liepen, kun je nu hier en daar nog zien dat de huizen schuin langs de wegen staan, maar recht op de percelen grond. Deze kerk is gebouwd in 1475 en toen was het een Rooms-Katholieke kerk. Maar in 1610, tijdens de 80-jarige oorlog, werd de kerk op last van de Staten van Holland aan de hervormden gegeven. Dat gebeurde wel vaker met kerken in die tijd. Maar wat is er nou zo bijzonder aan deze kerk? Oorspronkelijk heeft er eigenlijk een veel hogere spits op de toren gezeten. Maar die spits die moest in 1811 plaatsmaken voor een seintoestel. Een eind verderop stond nog een seintoestel en nog verder weer een. En zo konden ze dan eenvoudige boodschappen aan elkaar overbrengen. Als seinwachter moest je natuurlijk goede ogen hebben. En met een beetje geluk kon je zelfs de kastelen in het noorden zien. Het gerestaureerde slot Loevestein was in 1621 een beruchte gevangenis. Prins Maurits zette namelijk in dat jaar de bekende geleerde Hugo de Groot hier gevangen. Maar hij wist te ontsnappen door zich te verbergen in ongeveer net zo'n boekenkist als deze. Deze stenen kogels zijn honderden jaren in de oude vestingmuren van het stadje Woudrichem blijven zitten. Misschien waren ze destijds voor Hugo de Groot bedoeld, toen hij uit Loevestein wist te ontsnappen. Hoe dan ook, in Woudrichem kun je de veelbewogen geschiedenis van dit oude stadje nog overal tegenkomen. Die geschiedenis heeft dan ook alles te maken met de ligging van het stadje. Hier komen de rivieren Maas en Waal bij elkaar en heten vanaf hier Merwede. Ten zuiden van Woudrichem ligt een heel apart gebied. Ingesloten tussen de Biesbos en Maas en Waal vind je hier een aantal oude dorpen die nog grotendeels de sfeer van een ver verleden ademen. Door die afgesloten ligging is het gebied lange tijd onontdekt gebleven. De inwoners zijn vooral werkzaam in de agrarische sector.
De laatste tientallen jaren hebben zich ook hier moderne industrieën gevestigd. Veelal voortgekomen uit de agrarische sector. Jan Klaassen begraven. In de 17e eeuw was hij trompetter in het leger van de Prins van Oranje. En in de Hollandse Vrijheidsoorlog vond hij de dood. Maar Jan Klaassen leeft voort. In Nederland is hij een traditionele poppenkastfiguur geworden. En eigenlijk is deze Jan nog net zo weerbaar als de Jan die hier begraven ligt. Jij moet dood! Ja, maar ik wil niet dood! Ik ga niet dood! Ja, maar jij moet dood! Nee! In Waspik woont en werkt een poppenmaakster die in de Verenigde Staten grote bekendheid geniet met haar prachtige poppen. De levensechtheid van de uitdrukking op de gezichten is geïnspireerd op de mensen uit de omgeving. Binnen de cirkel in het land weten de mensen wat leven is. Ze houden van een bourgondische levensstijl. Er zijn bekende wijnhandelaren gevestigd. En in de vele restaurants weet men een goed glas wijn bij de maaltijd te waarderen. Trouwens, in de zomer gaat het er ook op de vele terrasjes bourgondisch aan toe. Gezellig winkelen en ontspannen na een lange werkdag. Dankzij hun vindingrijkheid en traditionele werklust hebben de mensen hier allerlei mogelijkheden weten aan te boeren om de oude schoen- en lederfabrieken te vervangen door moderne, hooggekwalificeerde industrieën. In de metaalsector, de chemie en diverse vormen van dienstverlening.
Die nieuwe bedrijven staan op moderne industrieterreinen. En ze profiteren van het gunstig vestigingsklimaat en deze aangename omgeving, waar het voor iedereen goed wonen en werken is. De regio is uitstekend bereikbaar vanuit de wereldhaven Rotterdam en fungeert als doorvoergebied naar landen in heel Europa. Naast de meest uiteenlopende soorten bedrijven zijn hier dan ook een aantal grote transport- en distributiebedrijven gevestigd. De ambacht van de schoen- en lederindustrie is, weliswaar in moderne vorm, blijven bestaan. Dankzij hun gespecialiseerde know-how hebben een aantal bedrijven op het gebied van leder- en schoenfabrikage een internationale faam verworven. In het land van ooit. Een recreatiepark middenin de cirkel in het land. Een plek waar oude tijden herleven. Wie had dat gedacht? Zwervend door de cirkel in het land ben ik nu letterlijk in de middeleeuwen beland. In de middeleeuwen? Nee. Maar wel in een prachtig gebied in Nederland, waar zoveel te zien en te beleven valt dat het een speciale cirkel waard is. De cirkel in het land.